Is een BRMO-contactonderzoek. BRMO staat voor bijzonder resistent micro-organisme. Dit is een bacterie. Iedereen heeft bacteriën in het lichaam, bijvoorbeeld in uw neus, in uw darmen of op uw huid. De meeste bacteriën zijn niet gevaarlijk. BRMO-bacteriën zijn resistent. Dat betekent dat de antibiotica die u normaal bij een ontsteking zou krijgen, niet meer werken tegen deze bacteriën. Uw arts moet dan andere medicijnen geven die wel werken tegen deze bacteriën. Soms wordt in het ziekenhuis onverwachts een BRMO-bacterie bij een patiënt gevonden. Deze BRMO-bacterie kan overgedragen worden naar andere patiënten in het ziekenhuis. Daarom neemt het ziekenhuis twee maatregelen. De patiënt met de onverwachte BRMO-bacterie wordt in isolatie gelegd. Hij of zij ligt dan meestal alleen op een kamer. Daarnaast brengt het ziekenhuis in kaart met wie de patiënt met de BRMO-bacterie contact heeft gehad. Dit noemen we een contactonderzoek. Als andere patiënten ook besmet zijn geraakt met de BRMO-bacterie, dan kunnen we hen met het contactonderzoek snel opsporen. Als we in het ziekenhuis weten welke patiënten de BRMO-bacterie hebben, dan kunnen we andere patiënten tegen de bacterie beschermen. Zo voorkomen we dat de BRMO-bacteriën zich kunnen verspreiden. Bent u gevraagd om testen te doen bij uzelf om te onderzoeken of u een BRMO-bacterie heeft? Kijk dan vooral ook onze video's met uitleg over het afnemen van de test.